En wat voor een tijd zijn we toch vandaag. Je weet, die man die vorige week vrijdag daar overleden is. Die ze gekruisigd hebben. Wel, zondag, naar ik gehoord heb, ik ben het ook maar van horen zeggen. Twee vrouwen zijn naar dat graf geweest. En volgens die vrouwen was dat graf leeg. Die vrouwen zijn naar die volgelingen geweest van Jezus. Die geloofden dat niet. Ja, fake news zouden wij tegenwoordig zeggen. Maar toch is Peter dus een keer gaan kijken en effectief, dat graf was leeg. Diezelfde dag zijn twee van die mannen naar Emmaus geweest. En terwijl ze aan het stappen waren, komt er daar iemand mee stappen. Ze praten over van alles en nog wat. Die man blijkt eigenlijk van weinig op de hoogte te zijn wat dat er allemaal gebeurd was in Jeruzalem. Uiteindelijk s'avonds zijn ze wel een stukje mee en die man blijft mee. En uiteindelijk, nadat hij van alles uitgelegd had over het woord, zien ze wie dat is. Dat was die Jezus. De dagen nadien is hij nog verschillende keren bij zijn volgelingen en op andere plaatsen geweest. Wat een tijd. We zijn intussen een week verder. En ook in onze samenkomst willen we aandacht geven aan wie Jezus is. Mark heeft voor de lofprijzing mooie liederen gekozen over Jezus die sterker is. Jezus die overwinnaar is en die ons ook in staat stelt om vol te houden. Patrick die neemt ons mee in het woord en hij behandelt een stuk uit Filippenzen waar hij het geeft over de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Maar om die vrede te ervaren vraagt God ook iets van ons. En de vraag is van, willen we dat ook doen? En uiteindelijk sluit Mark af met een heerlijk lied, namelijk Jezus overwinnaar. Tijdens de afspeellijst weet ik dat je soms een keer moet klikken op reclame overslaan. Doe dat dan maar en geniet van de samenkomst. Zo, beste broeders en zusters, tot volgende week. En ik wens jullie allen een gezegende tijd toe.